Romeo, als jij na 70 minuten naar de kant gehaald wordt met de verklaring dat de zondag nog een potje is, dan weet je wel hoe deze avond gelopen is. Hè? Het was een kansloze missie. Ja, ik denk dat we heel, heel slap begonnen en een beetje gelaten eigenlijk. En dat is eigenlijk zonde, want als je ziet dat je tweede helft wel iets meer pit toont, zie je dat je het Ajax toch iets moeilijker maakt. Want Ajax had vandaag denk ik ook niet een hele goede dag. Maar ze waren iets rustiger dan wij en qua strijdbaarheid was de tweede helft wel iets beter. Was het ook een gevalletje kwaliteitsverschil vooral? En heb je dat eigenlijk na 5 minuten al in de gaten? Nee, dat denk ik niet zozeer. Ik denk als je hier iets verder begint en agressiever en iets meer geloof erin hebt, denk ik dat het een hele andere wedstrijd kan worden. En, met een vechtwedstrijd, dan was het iets anders. Nee, klopt. En dan heb je Ajax denk ik op een zwakke punt eigenlijk. En dat hebben we zelf niet aan de dag kunnen brengen vandaag. En, waardoor je het toch heel moeilijk krijgt. Laat ze het balletje lopen en moet je steeds achter de baan lopen. Heel veel lange ballen. Dan wordt het een beetje moeilijk. Maar dit zijn niet de wedstrijden die je moet gaan winnen. Dus gewoon door naar de volgende. Het is een maffe week met de euforie na afgelopen zondag. En dan nu verliezen van Ajax. En de wetenschap dat de concurrentie weer wint. Waardoor de na-competitie ineens weer opdoemt. Ja, klopt. Maar ik denk dat we het toch zelf nog steeds in de hand hebben. Ik bedoel, ik denk dat je minimaal 7 punten nog moet halen. We hebben nog 4 wedstrijden, dus we moeten met frisse moed naar de volgende wedstrijd. Ik bedoel, je hebt het tot nu toe nog steeds in eigen hand. Dus we moeten gewoon volgaan voor de wedstrijden die we nog thuis krijgen. En ik denk dat je NAC uit nog, Heerenveen thuis nog hebt. Dus het zijn wedstrijden waar je kan winnen. Dus er is nog niks aan de hand. Ja, je zei net, dit zijn niet de wedstrijden waar je het van moet hebben. Is de komende wedstrijd er ook zo eentje? Nee, maar ik ga toch iedere wedstrijd altijd in om te winnen. En achteraf kan je dan zeggen hoe de wedstrijd verlopen is. Maar het is toch weer een wedstrijd tegen een ploeg die in de top 3 staat. En dat zijn geen makkelijke wedstrijden. Maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Alles is nog open. Dus hopen dat we een hele slechte dag hebben en wij een hele goede. Krijgt deze wedstrijd dezelfde benadering in de aanloop? En is de les van vanavond dan geweest dat je feller met meer agressie voor de dag moet komen? Ja, zeker. Ik denk dat soort wedstrijden dat je sowieso je mentaliteit voorop moet stellen. En omdat je weet van dat hun kwalitatief beter zijn. Dat je toch uit een ander vaatje moet tappen. En zondag is zo'n wedstrijd in de Kuip. Dat je volle bak daar naartoe moet en geloof moet hebben in ieder geval. Ik zie voor jou nog bijzonder. Jouw clubje. Deze week stond in de krant weer. Romeo, die past daar nog wel. Ja, het is heel lang geleden dat ik daar. Ik ben nog niet terug geweest om daar te spelen. En voor mij zal het ook een hele andere ervaring zijn. Maar ik ben nu speler voor RKC en ik ga daar natuurlijk om te winnen. Wat denk je dan? Als je dan in de krant leest van Kastelen, die kan nog wel mee bij Feyenoord? Ja, dat zijn mooie complimenten. En ik bedoel, dat is op basis van hoe ik het hier doe natuurlijk. Dus als dat soort mensen dat soort dingen over me zeggen, is het natuurlijk... Voor jou reëel? Ja, zeker. Ik bedoel, ik voel me fit. Maar dat is het einde van het seizoen. Ga je kijken wat er is. Eerst nu RKC erin houden en dan zien we wat er gebeurt. Ik heb nog een jaar hier lopen, dus vooralsnog moeten we zorgen dat we erin blijven.